Ik ben Jeroen Baart en ik ben burgemeester van Boom. Van welke partij? Van NVA. Oh, ik denk dat het belangrijk is om de sportpleinen voor de jeugd een nieuwe beurt te geven. Dat wil dus eigenlijk zeer concreet zeggen: kunstgrasvelden, daar is al een hele tijd sprake van. We hebben dat ook beloofd en we gaan dat nu uitvoeren. We een grote makeover van het Park in Boom. Dat is, een, dat is erfgoed, dat is een beschermd monument. Dat is een, een, een belangrijk landschapspark. Uh, dat dateert uit de jaren twintig. Uh, we hebben daar ook wel wat subsidies voor gekregen met een beeldenpark en uh, Franse vijvers. En we gaan die restaureren en we gaan ook de andere gebouwen in dat park uh, een grondige beurt geven. Wat ik denk dat uh, uh, een van de grote aanslepende problemen is uh, parkeren uh, in de gemeente. Want er is wat te weinig parkeerplaats. En ook de mobiliteit die moet uh, dringend aangepakt worden. En daar zijn we nu een plan voor schrijven. Geen drie wekens, Tomorrowland. Geen derde weekend, Tomorrowland. Laat ik me daar zeer duidelijk in zijn, want daar doen allerhande geruchten de ronde. Wij gaan voor twee wekens, geen derde weekend.